Kom bij Cut the Crap. Het is een jongensdroom. Profsporter worden, voor publiek spelen, juichen. En sommigen zelfs naar het buitenland gaan. De ene bij een topclub, de andere bouwt daar verder aan de carrière. Maar velen, zoals ik, gingen zelfs nooit naar het buitenland. Ondanks elk jaar aanbiedingen. Over me zit een beest op beeld, want zo heb ik hem leren kennen via Instagram. Zijn wilskracht tref je op alle vlakken. En ik weet dat hij naast het veld en naast zijn club dus, nog meer doet om de beste versie van zichzelf te worden. Op het veld toont hij Grinta met nog een goede knappe kop ook. Ik vind het echt een speciale keren met Fokis en toen ik hem vroeg om hier te zitten, kwam hij al direct met een antwoord. Oké okay, Pieter, maar ik wil ook de mindere kant van het buitenland bespreken. Over me zit Daan Follon. Nu KV Mechelen, ervoor Bonavento. In Italië, welkom Daan. Wow. Hey. Wauw. <laughs> Een <laughs> Dank je, dank je, dank je. Dank je dat ik hier mag zijn. Uh, ik ben kei blij dat je er zit, Daam. Ah, ik, maar... ik heb al veel dingen gezien en ik heb er altijd wel al eens willen zitten omdat je... Allee, ik heb in het buitenland gezeten, ik heb al wat verhalen. Ik, heb, ik ben nog redelijk jong, maar ik heb wel al wat meegemaakt. Uh, het is altijd leuk om je verhaal te doen, eigenlijk. Ja, en ik... ik, ik, ik uh, Zo er de juiste, we zijn be Allee, ik ben je nu be beginnen volgen in Italië. Ik raakte ongelooflijk gecharmeerd en hebt zo'n bepaalde grinta. Als ik, als ik u zeg, dan, dan dacht ik altijd zo'n Vitaal mens die zo ook zo'n kop heeft van mij, er wil ik met onder een oorlog, dan zeg ik Italië. Dan zag ik ook met een matcha in Italië. En ik zo: wauw, wat een grave gast, wat een grave setting. Wat, dat is een droom. Ik denk echt aan. De reden dat ik nu iets in Italië gekocht heb dat een groot stuk is, nou, door, okay. <laughs> door, uh, door, door wat jij, door, door u te volgen. Maar Lotans, is even gezegd. Oké, okay, nu bij KV Mechelen, een ja, fantastische club. Vertel eens eerst hoe je zit begonnen. Want je ja. zit oorspronkelijk van Meuse, van Mechelen. Klopt. Een parcours gedaan. Uh, Racing Mechelen even. Uh, Lierse. Lierse. Anderlicht. En dan, de eerste profclub was Beveren. Ja, oké. Okay. Dus dat is dan logisch als je bij Anderlecht en je wilt gaan spelen, gewoon gaan naar Beveren. Hoe komt het dan van Beveren? Dat is nog allemaal. Maar ja. hoe komt je dan van Beveren naar Italië? Uh, ik denk dat ik twee jaar en een half heb gespeeld bij Beveren. Um, eerste jaar was altijd als je jong bent, ik was toen 18, 19 jaar. Um, dan is het eerste jaar altijd: je moet je zelf wel in de ploeg werken. Uh, sommige wedstrijden speel je, soms, sommige wedstrijden speel je niet. Uh, toen was het ook nog het playoff-systeem En playoff 2 waren voor de clubs als Beveren: wij wisten dat we niet Europa gingen ingaan. Dus dan was het tijd eigenlijk voor jonge, jonge jongens te laten rijpen. En ik ja. was dan een jonge jongen. Uh, en ik heb dan volop mijn kans gekregen. Uh, en dat ging goed in de playoffs. En het jaar erop ben ik eigenlijk vaster gaan spelen. En heb ik zelf individueel een, uh, een goed seizoen gehad. Uh, en dan is corona gekomen rond de periode, wat was dat, maart, denk ik? Dat... Wil ik zo snel mogelijk vergeten. Ja, <laughs> ja denk heel veel mensen. Dus uh, toen was de competitie eigenlijk stopgezet. Uh, en ineens denk ik dat we midden maart zijn. En uh, mijn manager belt mij en zegt mij. Er zijn twee clubs uit Italië die geïnteresseerd zijn. Dat was toen Monza, die nu ook Serie A spelen. Uh, en Benevento, die, eigenlijk van, uh, die eigenlijk nu nog in Serie B zitten. Maar die staan nu al 20 punten los. Die gaan sowieso kampioen worden, dus die gaan naar Serie A gaan. Ja. En Toen dacht ik al van... Wauw. Wow. 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 <laughs> is this real? Toen, toen dacht ik al van wauw, want... Uh, yes, met heel veel, met al het respect dat ik heb voor Beveren, we waren een kleine club. Uh, we hebben eigenlijk uh, collectief gezien geen goed seizoen gedraaid. Dus voor mij was dat ook wel heel mooi dat dat, dat op mijn pad zou komen. Dat is ongelooflijk. Dus ik zei van ja, uh, graag, graag. Uh, dus dat is allemaal begonnen in maart. Ik denk dat ik in mei ben ik dan eens... Overgevlogen om te gaan praten uh, met de mensen van Benevento. Uh, en dan begint het seizoen gewoon terug bij, bij Beveren. Uh, dan is het eigenlijk heel lang afwachten en de onderhandelingen tussen Beveren en Benevento dat toch wel lang, lang geduurd hebben. Dus je en was ik, nog onder contract? Ja, ik was nog onder contract bij Beveren. Dus ik denk dat ik uh, 25 augustus heb ik getekend uh, in Benevento. Direct overgevlogen, medische testen gedaan in Rome. Zij zaten dan op stage in Oostenrijk, dus dan overgevlogen naar Oostenrijk en dan direct aangesloten bij de club. Dat is fantastisch, ja. Ik, ik heb even keer nog een tussenlanding gemaakt in Rome. Ik had er zeven uurtjes, ik ben in die stad ingetrokken. Ik dacht, oh, wat is deze? Dat is mooi, hè? Ja, <laughs> dan voelen we eigenlijk een gladiator. Chloe en ik zijn dat is ook in de stad, ik denk dat twee uur is van Benevento, dus als wij eens één of twee dagen vrij hadden. Ja, ik ga naar de eerste. Chloe is hier twee weken geleden geweest. Klopt. Dat is heel interessant. Um, en dan bespreek je dat eigenlijk eerst met Chloe als je zoiets doet of niet? Of ze maar wat we dus, allemaal gaan zeggen. Ciao, ik zei: weg. Wat we allemaal gaan zeggen? Nee, nee, nee. Ah, nee, nee, nee. Dat. Ah, nee. Ja. Op de podcast is ah, niks nee. gesproken. Uh. Nee, maar als je als dan naar Italië kunt gaan, bespreek ja. je dat eerst met Chloe. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Spreek ik dat met Chloe. Ik denk dat Ik was toen, 21, allez, wij zijn allebei van dezelfde leeftijd, ja. 21 jaar. En ik zei dat tegen haar en we zijn al lang samen. Dus zij wist ooit wel van als het goed gaat. Zit de kans er wel in dat dame ooit naar het buitenland ga gaan? Maar ik denk dat zij nooit verwacht had dat dat zo vroeg ging zijn. Ja. Uh, dus dat kwam toch wel, uh, ze heeft dat ooit eens gezegd van achteraf, van mij, dat kwam wel echt als een verrassing binnen, van dat ging, die onderhandelingen waren bezig. Ja, en nee, toen, nee. Leek het, toen leek het even van, misschien gaat het niet lukken. En dan bel ik haar ineens op een dag en ik zeg van, het is zover. Uh, Morgen moet ik vertrekken. <laughs> En zouden nog net in Antwerpen gaan lunchen, uh, in Sophie's Place. En dan ben ik, uh, ben ik vertrokken naar, uh, Ciao. <laughs> naar Italië. En hoeveel keer zagen jullie elkaar dan? Ik denk dat we elkaar in de maand. Um, in totaal tien dagen zagen. Dus, ja. uh, maar, maar dat verge de vergeten mensen ook, hè? Je ziet alleen die sporteren, en ziet alleen eigenlijk sporters zien alleen maar die prestaties. Maar er komt nog zoveel bij zien. als ik. Wij hebben er, uh, Lex en ik, uh, Lex met een zoon. Mm. We, uh, uh, we hebben er vaak discussies. We hebben weinig discussies. Maar als het discussies zijn, dan is het over pro-sport. En ik moet eerlijk bekennen. Ik denk altijd in mijn leven dat gelijk heb, Maar nu moet ik ook wel, heb ik hem de laatste tijd ook gelijk gegeven. Want hij zei op een wordt ook, Hij is 23, hij wordt brutaler. <laughs> en hij zei: Ik heb vanuit mijn pro-sport. Heb ik zoiets van: als je daar niet hebt gestaan, dan moet je zwijgen. Want je weet niet wat je allemaal moet doen om daar te presteren. En hij zei verleden keer: zei, Ja, maar papa, wat voor bullshit is dat nou? Dat wil dus zeggen dat heel dat stadion, dat geen een prosporter moet zwijgen in mening meningen. Toen dacht ik van: mm, Ik zie dat vanuit mijn perspectief. Mm -hmm. Dus ik weet wat jij moet meemaken. Ja. Ik weet de, en dat is ook waar ik eigenlijk wil weten. Van je er, Als je dan vertrekt, is het dan vol euforie? Van oké, okay, we begon ervoor. In de angst. Hoe ziet dat privé? Giet er niet lang over getwijfeld. Ik heb er niet lang over getwijfeld, omdat dat bij mij altijd wel een droom was. Ik denk als je in de serie ja, CDA... moet ook mee. Ja, dat weet ik. En ik ben heel dankbaar omdat we we hebben dat besproken. Uh... We weten dat, dat er moeilijkere periodes gingen komen omdat we elkaar niet vaak gingen zien. Het was ook het corona-jaar, dus we wisten ah, veel ja, niet. Veel, vl vluchtig. veel vluchten waren afge. Uh, Italië, was heel streng. Italië was heel streng. Maar het goede was, uh, al haar lessen waren online door de corona. Ja. Uh, ze studeert geneeskunde dus. Uh, dus al haar lessen waren online. Dus ze kon eigenlijk bij mij zitten, uh, soms twee weken lang. En gewoon naar lessen vanuit Italië volgen. Ja. Dus dat was ook wel goed. En voor mij was het ook wel belangrijk, om. ik heb heel dat jaar, dat eerste seizoen dat ik bij Benevento zat, uh, heb ik mijn ouders niet kunnen zien, uh, omdat die niet mochten overvliegen. Ongelooflijk. Ja. Dus ik, heb, uh, ik, heb, ik zag alleen. Voor 50-plussers in Italië was het een hel. Ja. Ik kon het woord zeggen, heel veel Italiaanse vrienden van mij, die noemden het Nazitalia omdat die niet meer naar de supermarkt konden, ja, ja. zij die niet geprikt waren, ja, ja. sorry. Zij die niet uh, gewoon volgden, mochten niet naar de supermarkt. En die vlogen allemaal naar die En dat is de reden waarom ik eigenlijk naar die ging. gaan. Maar inderdaad, dat was heel strikt. Dus en hoe komt dat dan aan? Als je, als je bij die ploeg komt, vertel eens hoe, hoe, hoe was dat eerste seizoen? Hoe, uh, hoe je dat? Je komt eraan. Uh, ik kende heel weinig over Benevento. Toen ik eens over was gevlogen om te gaan praten met de technische directeur, merkte ik ook dat... Direct... niet ver van Napels, hè? Ja, het is, niet, het is een uurtje van Napels, ja. maar ik ben ook gaan praten in Napels. Dus uh, ik kwam eraan en ik dacht, wauw. Ja, Napels, Napels, wauw. Uh, dus ik kende Benevento eigenlijk niet. Je komt er dan aan in de club en je merkt direct de infrastructuur is... Bij ons derde klassen of zo. Ja. Vierde klasse. Old school shit. Ja. Heel, heel oud. Dus alles is oud. We hebben één veld om te trainen. Geen deftige fitness. Uh, is dat een teleurstelling? Ja. ja. Toch wel. Toch wel voor de persoon dat ik ben, toch wel. Want ik geef daar heel veel belang aan. De, de dingen naast het veld die u uh, kunnen verbeteren. Uh, uh, wel, dat is de reden dat ik u zo so graag hier nu heb. En wat er nu al aan het gebeuren is, lieve mensen. Oorde al het fanatieken in zijn stem. Hè? Ja, maar, <laughs> maar er ja. willen ze na komen van hoe, wat je er zelf in staat, mm -hmm. wat je er zelf voor moet doen. Maar je komt daar in die club en dan denkt je niet van hm, ik zie er de charme niet van in. Ik zie wel charme, maar dan denk je van uh, oké okay, ja kan ik je vragen aan de dokter uh, hoe, wat ik allemaal moet doen en welke check-ups ik moet hebben. Ja. Dus ik kan naartoe en ik begin daar in het Engels tegen te praten. En die, die verstalt ik... hem wel niet. <laughs> en die kijkt zo maar aan naar mij en die zegt van, uh, solo italiano, solo italiano. <laughs> ik, ik ken het jongen. ik zit er <laughs> nu ook. <hè. laughs> en ik dacht van, alleen, je bent een dokter, zo'n slimme mens ja. en je kunt geen Engels. Ja, ik maak daar, het constant daar heb ik mee. Het in het begin, als ik heel eerlijk mag zijn, heel moeilijk mee gehad. Uh, mijn, mijn coach was toen Pipo Inzagi. Uh, nou, dat is niet de minste. Dus uh, heel groot fenomeen van vroeger. Ja. Ik dacht ook wel dat hij uh, gewoon wel Engels kon praten. Die heeft Champions League gespeeld, die heeft heeft gewonnen. Uh, die kon ook geen, uh, geen, geen woord Engels. Die kon één, alleen één zinnetje in het Frans. En dat was. Tu as compris. Okay. Dus die zei tegen mij een uitleg in het Italiaans yes. van. Uh, Jij moet links gaan en dan moet je daar de bal geven en bla bla bla. Maar ik dat dat was de eerste twee dagen dat ik dat was. En dan het zei hij. Tu as compris. Ik zei wie. Ik moet spelen, ik moet spelen, people. Je weet toch dat hij vroeger, ik weet niet of je dat weet, maar die heeft hier al veel in Antwerpen rondgegaan. Bij Arte, pizza, was dat niet? Of? Ja, die is, die is, ook pizza gaan eten, okay. ja. Maar die heeft vooral hier gerevalideerd bij de, Lieve lieve de, lieve. de lieve ah, okay. En die zat hier op appartement en die zat heel veel in Arte, in Ferrier. Ja. Die liep hier heel veel rond toen dat eigenlijk bij het grote Milaans belde. Ah, Oké, okay. nee, dat wist ik niet. Nee? Wist ik, niet. Nee. ik heb er nee. nog wat verhalen van. Ze. Ja, dat denk, had... <laughs> dat denk ik wel. Die... Ja, me ik had me toen moeten bellen, dan je die onder druk kunnen zetten. Zie maar die spreekt <laughs> geen Engels en dan. Oké, okay, ja, daar stond hij dan. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik zou moeten doen, maar is dat een snel cursus Italiaans geleerd? Of hoe Nee, dat is eigenlijk. Uh, ik had allemaal boeken gekocht. Uh, boeken gekocht, Duolingo had ik geïntestalleerd. En ik dacht: van... Moet zo kan nou ik, ik het leren. Ja. Uh, allemaal woordjes proberen van buiten te leren in het begin. En ik merkte dan heel snel: ik moet hier gewoon beginnen luisteren naar iedereen. Luisteren naar iedereen. En die vroegen mij dan soms: ik heb wel heel veel chance gehad. Ik ben, ik ben een hele vlotte, ik, ik pas mij snel aan. En. Ik denk dat ik drie, vier mannen hadden die al wat ouder waren, rond de dertig of zo. En die vroegen mij gewoon vaak mee op restaurant. Maar ik sprak geen woord Italiaans en zij spraken geen woord Engels. Hè. Dus ik zat daar meestal van de tijd was ik gewoon aan het luisteren. Luisteren van, ah ja, oké, okay, zo zegt je dit, zo zegt je dat. En aan het, vroeg of laat begint je eigenlijk je eigen zinnen te vormen. En in het begin is dat heel slecht. Uh, nee, zo wat copy in die fase <laughs> zit ik <laughs> Zo wat copy-paste. Uh, maar dan... Altijd hetzelfde bestellen. Altijd... <laughs> <Ja>. <laughs> oh. En dan merk je gewoon eigenlijk heel snel van. Ah, oké, okay, als ik dit woordje nu in die zin zet, dan kan ik dat zeggen. En dan begint dat snel te rollen. En twee maanden verder, en ik kon al deftig mijn plan trekken. Ja. En ik verstond bijna iedereen. En ze appreciëren dat wel, hè? Ah, je dan, dan je, je dan ben je echt heel welkom. Ja. Als, je, als je Italiaans probeert. Ja en ja. het dan uiteindelijk nog kunt, ja. dan ben je één iemand van hun. Heb je, nog iets, heb, je, heb je nog iets gemerkt? Ik merk dat nu, dus ik doe een mijn best. Ik kan ja. vrij goed Spaans, ja. dus ik, ik mix mijn Spaans, Spaans en mee. Italiaans. Maar die, die Italianen corrigeren altijd. Hè. Dus als je iets zegt... Ja. Uh, un poco de pan. En zeggen ze, nou een pook, de panne. Ja. <laughs> dus die corrigeren altijd. Dus je denkt ook altijd dat je verkeerd iets doet. Oh, ja, dat dacht ik ook. En ik was dan nieuw en ik kon nog niet veel Italiaans. Ja. Maar dat maakte die man niet uit. Ik zei iets verkeerd en die lachte lacht mij gewoon ja, uit. Het is een brutaal. hè? Ik dacht gewoon, ik, ik zal wel mijn best dat doen. Jullie kunnen geen woord Engels. Ik kom hier naar jullie. Ik doe mijn best om Italiaans te, doen, uh, te spreken. En jullie kunnen er zelf niks van. Ja. En dan lachen jullie mij nog uit ook. En die zijn zo trots als je het hè? Ja, dat, dat is toch is knap? knap. Dat is mooi. Dat is mooi dat je zoiets kunt hebben en dat je ook zoiets hebt van. We moeten geen Engels kunnen. Als je naar hier nee. komt, dan zullen we wel Italiaans Ver, leren. Verlekker verleken waar ik nu woon. Er was een loopwedstrijd. En dat was heel amateuristisch. Hè. Op het moment zelf waren die dat aan het organiseren. Mm -hmm. Maar wat mij opviel, is dat al die lopers bijna hun Italiaanse vlag op hun borst hadden. Ah, ja? ja, zo heel, fier, ja, heel vier, heel um, trots. Ja, ik vind toch wel iets dat, er, dat we er toch iets van kunnen leren. Op dat vlak wel, denk ik. Oké, okay, uh, maar we gaan terug naar die club. Ja. Je, je, je vertrekt met een jongensdroom, je ziet ineens dat dat toch wel, dat je eigenlijk precies terug in de tijd van de Romeinen zit. <laughs> hè? Want zo is het daar, allemaal oldschool. Jij en gesters gaan we later op terugkomen die ongelooflijk veel naar naast toe om een betere versie van u te worden. En eigenlijk word je eigenlijk gecatapulteerd terug in de tijd. Ja. Um, hoe gaat het daarmee om? Ik ja? bedoel, ga verder. Hoe uh, begonnen uh... direct te spelen? Zat je direct in ik, de ploeg? Ik ben direct in de ploeg geraakt. Uh, dus ik begin direct te spelen, wat ook heel veel helpt. Uh, ik denk, als je in het buitenland zit en alles gaat goed en je speelt... Dat is het belangrijkste? Ik, dat is het belangrijkste. Dan, dan, ook al vind ik de rest heel belangrijk, kun je dat even naast je zetten. Ja. Het is maar vanaf de periodes dat, dat je eindelijk... Uh, niet meer begint te spelen en dat je zoiets hebt van ik wil extra werken, ik wil extra werken, want ja. ik speel niet, maar ik wil wel fit blijven. Dan begin je ook meer na te denken. Dan begin je meer na te denken van wat kan ik beter doen, wat doe ja. ik niet juist. Uh, en op die momenten is dat wel, is dat wel moeilijk. Uh, en zeker in, in die periodes, dat je dan heel vaak alleen zit, dat je alleen maar heb, je vriendin hebt, dat je mag komen bezoeken. Is, is, is dat heel moeilijk? Ik zeg het. Het uh... is, is wel eens knap om dat te horen langs die kant. Ja, He? Het is, het is maar ik, Terwijl, echt, dame, ik, ik zie nog altijd die foto, en ik apprecieer daar enorm mm -hmm. van, met die, dat jij dan een match had met zo'n ja, charmante huisjes en alles. Mm -hmm. Ik zeg, wauw. He, dat is voor mij, dat was een, een, een beeld. En nu hoorde de realiteit dat jij er eigenlijk alleen aan ziet. Mm -hmm. Eigenlijk ontbettelen ze. Ja. Um, ja, dat moet toch ontzettend zwaar zijn. Het is, het is heel oh, zwaar. Hoeveel jaar had je getekend? Ik heb, ik heb uh, drie plus één had ik getekend. Drie, dus lang? Ja. Dus dan lang. weet je van fuck, ik zit hier. Uh... Je zit hier lang. Um, je hebt eigenlijk niet het appartement dat je wilt, omdat er heel veel ouders zijn. Het is allemaal oud, het is allemaal oud. Dus je hebt zo. Je voelt je niet helemaal op je gemak altijd. Uh, dat is de mindere kant, hè? Ja, de... Want iedereen zegt dan: van: Ik ben, ben nu terug in België en mensen vragen: mis je dat niet Italië? En ik zeg: nog geen, nog geen seconde heb ik Italië gemist. Terwijl dat is dat ik ongelooflijk, Italië, hè? Terwijl dat ik Italië zo mooi vind. En alles. Ligt dat is echt alles, uit het, tot op het bot? Alles naast het voetbal in Italië is, is zo mooi. Alles op het veld in Italië is heel mooi. Maar als je niet op het veld staat en daar alleen bent, dan is het heel zwaar. Maar wordt het dan zwaar omdat je zo'n profsporter bent die je wilt spelen en dat je daardoor andere dingen begint te denken? Het mentale aspect kan ook zijn hedaan. Ik denk dat het dat is. Want ik denk als ik gewoon. Dat je niet meer in de euforie leeft. Dat ik ook gewoon, er zijn ook mensen die zouden zeggen van. Weet je wat, ik heb er drie jaar getekend in Italië. Uh, ik, ik verdien goed met een boterham. Weet je wat, Fuck we, gaan, it. We, gaan, we gaan dat eens bezoeken en dat eens bezoeken, en we trainen wat. En voor ja. de rest gaan we op restaurant goed, goede wijn hebben ze hier in Italië ja. en dat gaan we doen. Maar dat ben ik niet. Ik ga graag op, op, op restaurant. Ik drink graag een glas wijn Maar, jij maar zit voor mij is, te presteren. Ik ben hier wel inderdaad, ik ben in Italië en Italië is mooi. Maar ik ben hier om te voetballen, niet, niet voor het land Italië, dus ja. zeg maar. En als je dan niet alles uh, in je bezit hebt, dus niet de infrastructuur hebt om te doen wat je wilt doen, dan is dat heel frustrerend en zeker uh, op de momenten dat je alleen zit. Om dan te zeggen van, ik, ik, dat je niet kunt, alles kunt doen wat je wilt doen, wat zou we dan willen doen? IJsbaden, uh, sauna... Uh, Zeg maar, de dingen in de supermarkt zijn heel vers, maar je vindt er niet alle dingen... Je moet er alleen maar de, de standaard dingen. Het is echt dat je iets speciaals wilt zoeken. Voilà. Dat vind je ah, niet. Voilà, inderdaad. Als het iets anders is dan Italiaanse producten, ja. dan moet je al serieus het best doen. Ja. Maar ik wil, okay, ik wil, voordat ik dat vergeet... Uh -huh. uh, mijn ring is hier achter mij aan het opladen. Um, en Ik, ik poste de verleden keer wat, wat ik heel eigenaardig vind. Ik wilde dit er ineens tussen gooien. Yeah. Uh, als ik hier in Italië ben, ja. dan gaat mijn vis, ondanks dat ik heel veel pasta en pizza ja. eet, gaat mijn vis vet achteruit. Voor mij visceraal vet, lieve ja. mensen, is de, het vet, uh, de, dus wat het rond de organen ligt, is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Uh, en jij zei, Pieter, ik ervaar dat ook in veel mensen, leg dat eens uit. Wat, de uitleg die jij het toen zei. Wat iedereen denkt van carbs en uh, uh -huh. alles is slecht en alles. Hoe, wat is uw uitleg erover? Ik ben gewoon heel zeker, omdat je juist alleen maar de Italiaanse producten vindt, is het toch gewoon omdat alles van bij hen komt. Het komt niet van ver. Het komt van op het veld, uh, van de boer ernaast, bij wijze van spreken. Alles komt van 50 kilometer voilà. rond. He? Dus alles is gewoon heel vers. Alles is vers, alles proeft heel anders. anders. Als je een stuk fruit in Italië eet. Als je oh, groente ja. eet in Italië, dan merk je echt van. groente in, in België. Is, ja, ik een beetje plastiek. Dat, ja, dat denkt echt. Dat is echt. Hè. Ik, heb, ik heb verleden keer. Ik vroeg dat verleden keer. En ik zat daar. En die mannen begonnen te eten rond tien uur. Ja. Half elf. Ik zo'n man, Hoe kan dat Hij In Gollen ziet er eigenlijk nog altijd goed uit. Maar, en die zei, zei: Pieter. zei: De pasta is door zijn moeder gemaakt. Mm -hmm. De pomodori, De tomatjes ja. zijn van dat veld ginder gemaakt. De vis. Hebben ze, de, daar gaan we ja, ja, Dus alles is vers. Mm -hmm. Dus. Eigenlijk is het de uh, schuld niet van de pasta, niet van dingen. Het gaat over de ingrediënten Tuurlijk. die je gebruiken. Gewoon, wa gewoon wat erin zit. En daarmee, gewoon omdat alles zo dichtbij is en niet veel uh, extra uh, toevoegsel nodig heeft ja. om, om, om vers te blijven. En het pure eten voilà. eigenlijk. Hè. Ja. Is het ook gewoon veel beter voor je lichaam en gaat je lichaam er ook gewoon veel beter op reageren. Ja. Wat ook gewoon eigenlijk normaal is. We gaan terug. Jij zegt gewoon de ijsbaden, het ademwerk, alles vertel nee. eens, daar niks. Daar ja. niks. Dus wa, wat doe ik dan? Uh, ik kom terug in contact. Ik ken Sibe, Hannes ken ik al heel lang. Uh, maar ik dacht van, hier kan ik. Uh, vind ik dingen heel moeilijk uh, om te doen. Dus ik ga gewoon terug in contact gaan met Sibe. En uh, zeggen van hoe we dat kunnen oplossen. En toch zeg maar een ritueel, een... een Ding is inbouwen. Inbouwen, inderdaad. Ja. Hier in Italië, dat het veel makkelijker maakt voor mij om het ook allemaal te doen. doen. Dus ik ga terug op gesprek met hem en uh, hij heeft het over het ademwerk uh, wat je kan doen, over uh, de warmtedagen, dagen, uh, dat ook een, een heel warm bad ook helpt als je een, ja, ja. een sauna hebt in de buurt. Ik ging soms sauna's opzoeken in de buurt van bij ons buiten de club dan. Voor daar een sauna te doen, voor uw warmtedagen, dagen ja. zeg maar. Uh, in combinatie met ademhalingsoefeningen. En dan een, een ijsbad uh, heb ik dan, heb we dan. Is later in Serie A is dat er wel bijgekomen. Dus dat kon ik dan wel op de club doen. Uh, en zo probeer je gewoon zoveel mogelijk uh, Zelfs, een, te zelfs doen. een koude douche gaat, en je bent alle buizen zijn warm. Ja. Dat is, hè. Ik heb... Bij mij is, is de gas nog niet aangesloten. Het ja. water heb ik van de buurman. Zeg. Dat is ja. bijna opgelost. Maar ik heb nog nooit koud water gehad. waarom? via die buis van de buurman. Ja. En de zon schijnt er altijd op. Heb ik altijd warm water. Dus ik heb... nu merk ik in de winter voor de eerste keer dat ik eigenlijk nu koud water ah, ga hebben. Ja, maar het is echt zo oldschool. Dus je, je, je vertrekt. Deze is fantastisch. Je vertrekt gewoon naar het waanzin in Italië, serie A. Ja, en dan komt de MTS eigenlijk in, in, in Amerika. En dan had je er al vrij snel genoeg van? Of wat dacht je van fuck? Helemaal niet Dus nee. Ik ben altijd. Dus je in... zat er nog wel graag. Ik, ik zat er heel graag omdat... Ik zeg het, Italië heeft zowel het land, Italië is heel mooi. Uh, hoe, hoe de mensen daar de niet-belangrijke dingen in het leven kunnen loslaten, vind ik heel mooi. Leg dat eens uit? Ik ben nog op zoek. Ja. maar uh, Ik heb vandaag zelfs er nog een post over gemaakt. Hoe, hoe denk jij dat dat is? Dat dat bij hun zo is. Ja. Zal ik het zeggen? Als je opstaat met fel licht, ja. en palmbomen, dan stond je gewoon anders in het leven. Dat kan wel. Zeker dat, dat zonlicht, dat weet iedereen, dat, ja. dat, dat jij dat ook wel weet hoe belangrijk dat dat is in de ochtend. En als, je, als wij hier nu opstaan, uh, zeker in de winter. Ja. Ja, dan moeten we verder zoeken naar de zon. Dat, dat is de reden waarom ik mijn blauw licht aanzet. Ja. De eerste 20 minuten fel. Maar het is gewoon, ik ervaar het gewoon. Ja. Wij, wij durven dat precies niet benoemen. Als je in een ander klimaat opgroeit, dan je anders in het leven. Het zuiden, wij noemen die mensen allemaal wat luier, lakser, lammer. Maar dat is gewoon, ja, die, die, die appreciëren andere dingen. Ja, meer, maar die, je ziet wel, wat je wel in Italië ziet, is van. Families die samen blijven, die altijd nog samenkomen. Ja, tradities. Of vrienden die koffiekjes gaan drinken, hè? een bar. Elke nacht. Voilà, ja. die zacht. En niemand heeft er een gezin vast. Hè? Niemand heeft er een gezegd En die babbelen zeven hem. Maakt niet uit over wat is. er is. Ze buiten? Zit er buiten, dagen inderdaad. zonder gezin? Ja, te en, die, en die praten met elkaar en die vragen aan elkaar van hoe is het? En niet gewoon te zeggen: van alles goed. Hoe is het echt met u? Samen. bij elkaar. Hoe is het met u? Misschien is er iemand van de familie ziek, is het er al beter mee? Echt gewoon vragen van oprecht van alles goed met u? Als die niet opkomt dagen voor een koffieje. dan tweede dag gewoon al checken wat er is. Inderdaad. Dat is iets heel belangrijks dat bij ons door ons gejaagd leven hier in België en in Nederland, dat we er dan voorbij gaan. Dat is. En dat bedoel ik met van zij weten wat de belangrijke dingen zijn in het leven. In de Blue Zones. Uh, in een punt in Sardinië ja. en er is het 5 o'clock moment. Uh, dus gewoon... Ze zeggen dat met het glaasje wijn. Mm -hmm. Het is eerder het inchecken bij elkaar. Klopt. Van hé, hoe wist, even praten, ja. het menselijk contact dat dat ontzettend belangrijk is. Dus dat hadden daar dan wel. Ja, dat had ik wel. En ik zeg het hé, wat ook heel mooi was, ik sprak nog geen Italiaans in het begin. En toch de jongens van de groep die mij gewoon op restaurant vragen om omdat ze het belangrijk vinden dat ik, dat ik mij er uh, op mijn gemak voel. En dat die ja, er alles aan doen om daar ook gewoon daar te voor te zorgen. En dat vind, ik, dat vind ik zo mooi. Ik was een heel jonge gast. Uh, iedereen heeft me altijd proberen te helpen in de, in de ploeg. Alle oudere gasten. Dus en je leert er ook gewoon veel bij als, als voetballer. Uh, in, in Italië. Zeker als verdediger. Ik ben verdediger. Dus. Dus, de, in Italië de, ja, is de place to de be. Voor, ja, letterlijk, place to be. Uh, voor veel bij te leren als, Wat heb uh, je, je er echt bijgeleerd dat je hier niet hebt geleerd? Uh, hier in België, uh, het eerste wat mij opviel, hier in België, ik ben linksbak, is altijd: je moet meegaan. Je moet meegaan, je moet assisteren, voorzetten. En ik kwam eraan en uh, in Zagi zei tegen mij van uh, linksbak. Uh, wat wilde jij doen uh, van het seizoen? Ik zeg van. Uh, ja, meegaan. Uh, meegaan. Assisten geven. Assisten ja, geven. je compris. <laughs> en, en die zei tegen mij. Jij gaat niet meegaan. Jij bent een verdediger. Dus jij moet zorgen dat degene die tegen u staat elke wedstrijd niks doet. En de rest, dat is een surplus. Ja. Dus zie gewoon dat je Prioriteiten. Verdedigt. Prioriteiten stellen. Je bent nog altijd een verdediger. Ja. En ik heb in Italië echt het verdedigen geleerd. Het positiespel van een verdediger, de één een tegen 1, uh, wat heel belangrijk is. De basis eigenlijk. Hè? De basis. Hun basis. Hè? Want ja. Ik had ook vroeger een Joegoslavische coach. En die, die zei gewoon Die, die zei anders. Van als we de tegenstrever onder de 68 punten halen, mm. winnen wij altijd, want wij maken altijd 70. Ja. Dat was in haast. Dus die draaide dat om. De meesten willen altijd maar scoren. Ja. Maar je hebt ook zo bijvoorbeeld die op cool. van Club Brugge, Auto ja. Mos KV Mechelen. Die zeiden nee, 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 we gaan zorgen dat we geen tegeld kunnen ja, krijgen. Inderdaad. Dat is de basis. Ja, ja, dat is, dat is. En als, dan wordt de andere ploeg nerveus en dan kon je op de aanval kunnen spelen. Dat, was eigenlijk, uh, dat is een heel andere uh, Een heel andere visie. Ja, was dat dan van saaier voetballer? Nee. Want uh, je staat elke week ook. Ik denk dat je ook gewoon je handen wel vol had. Ik denk in Serie A. Als, als Club Benevento is. is een kleine club was dat in Serie A. Dus je staat elke ploeg. elke week wel tegen een tegenstander. dat op papier beter is ja. dan dus, en, u. En de buitenspelers van die ploegen. dat zijn dan nog vaak de beste spelers. Ja. Dus je komt altijd één tegen één. En ja, soms zie je de af. Hè. Soms, ja. uh, beste leerschool. Ja, letterlijk. En dan, dan ziet je ook gewoon. Gaan, direct, uh, gaan ze direct laten zien wat je minpunten zijn. En die gaan ze die blootstellen. Die zien dat direct van, Als die merken van oh, als ik links naar daan ga, die zien dat gewoon omdat die, omdat die dat talent hebben. En dan ja. weet je dat je daarop moet werken. En je werkt daarop. En zo wordt het gewoon beter en beter. Nu We, we springen nu, je zit in KV hmm. Mechelen. Vertel eens: dus, waar is het moment dat je zegt van uh, ik ga weg, ik krijg een aanbieding. Of het is genoeg geweest. Waar, waar, waar is dat gekomen? Ik denk dat uh, het laatste jaar in, in Benevento uh, heb ik vier coaches gehad. Het is heel slecht gegaan met de ploeg. Ja. Uh, we zijn dan ook uh, gedegradeerd. En je merkt dat het heel het seizoen al. Van, uh, vier coaches is drama. Vier coaches is drama. Dat, dat zegt alles. Dus, en je, je merkt van, ik ga nu komende zomer ga ik trouwen. Uh, dat was toen ook al geweten, we waren toen al verloofd. En je zegt van: Ik speel in het buitenland. Uh, ja, allemaal leuk en wel. Ik speel in Italië. Ik speel in Serie B. Eerste jaar speel ik Serie A. Heel leuk. Wauw. Oh, uh, tweede jaar, we zakken. We gaan naar Serie B. Maar we spelen aan de kop van Serie B. Wat nog altijd heel, heel deftig niveau is. Ja, is maar derde jaar, speel we eigenlijk van onder Serie B. Zelfs, zelfs de, voilà. de derde hey. dingen is, is ook nog in wow. Italië. Ja, dat vind ik. Eigenlijk, ja, maar, dat vind ik te weinig. Na, nee, nee, nee maar... oké, okay, voor u sowieso. Maar ik bedoel, qua belevenis. Ja, als belevenis. Ja, dat wel. We kunnen, dat... kunnen vaak in derde klas nog dat is waar. crazy shit gaan, gaan dat is beleven. Waar. Dan dat je. Dat is niet zoals derde klas hier in nee, België. Nee, nee, dat klopt wel. Maar ik, op een gegeven moment ga je ja. gewoon aan jezelf vragen. Er zijn niet voor gekomen. Hier ben ik niet voor gekomen. Uh, op deze moment uh, is er voor mij geen kans om terug hoger te spelen in Serie uh, in, uh, A ofzo. Dus dan vraag je gewoon aan je eigen af van. Ik zit hier zo ver weg van mijn familie, uh, van mijn geliefden. Uh, ik ga komende zomer trouwen. Uh, Wordt het is niet tijd om gewoon terug naar huis te gaan en bij een leuke club in België te gaan spelen? Legde je dan direct die link in België of legde je die link van ook misschien buiten, alleen nog een ander? Ik heb altijd wel buitenland opengehouden. Ja. Uh, maar ik zei wel van: als er een leuke club is in België. Ja. Laat het mij dan weten. Ja, begrijp uh, ik wel. Dus uh, deze zomer mijn contract liep af bij, bij Benevento. Wat het ook makkelijk maakt voor mij: ja. van, ik was vrije speler. Dus ik kon eigenlijk uh, naartoe gaan waar ik wou. En dan was te Waren, was, er, was er heel lang in beeld. Uh, die nu in tweede klasse zitten. Die wel met een heel hoog budget zitten. en die direct terug willen overgaan naar uh, eerste klasse. Wat ook een mooie club is. Lang overgetwijfeld. En ik denk, uh, drie weken later komt ineens KV Mechelen. Ja. En ik direct van: Wauw. Jij als kerel vanuit Mechelen? Ik ben, ben van Mechelen. Uh, ik woon nu in Antwerpen. Dus ja. elke dag zelf. Je rijdt de ringbanaan niet op. Dus je hebt geen fillenbanaan. Ja, ja. 23 minuutjes rijden elke dag. En ik, een heel leuke club qua supporters. Supporters, elke wedstrijd 12.000, 13 ja. 13.000 man. Ja, uh, trouw. Trouw. En ik als speler ben degene die altijd uh, heel. Alles geeft op mijn veld. Uh, mijn kop voor mij. Uh, Apprecieer da ze daar. En, en appreciëren ze daar. Dus ik wist ook van. Dat gaat wel klikken. als ik gewoon de speler ben dat ik ben. Ja. Uh, dus ik zei van. Dat wil ik. Dat wil ik. En... Was dat dan snel in orde? Het was redelijk snel in orde. Het was, het was niet de makkelijkste keuze. Omdat. Uh, ik wou liefst gewoon wel in eerste klas spelen. Maar. wat ik ging krijgen bij Zultenwaardigem. Was wel bijna dubbel dan dat je krijgt bij, bij, bij KV Mechelen. Dus bij mij was dat zo van. Oftewel ga je in eerste klasse spelen bij een club dat zalig is. Uh, oftewel ga je ook bij een mooie club spelen, maar in tweede klasse. Uh, je weet niet dat je terug gaat komen, want ze gaan er alles aan doen. Maar je weet niet dat je terug gaat komen naar eerste klasse. Maar je gaat wel veel meer verdienen dan dat je bij KV Mechelen gaat verdienen. En toen had ik zoiets van. Redelijk snel, dat ik eigenlijk zei: van, Nee, ik wil ten eerste wil ik in eerste klasse spelen. Uh, ik wil het laten zien daar. En KV Mechelen is zo'n mooie club, dus ik wil gewoon naar daar gaan. Ik, uh, te vaak onderbreek ik, ik tijdens tijden dit gesprek en tijdens mijn podcast. Ik ben blij dat ik nu gezwegen heb, want ik vind dat waanzinnig wat jij zegt. En ik hoop dat mensen, ik kan de zin vragen, dat hij dat eruit neemt. Want dit stuk is, dat is wie dat jij zei. Klopt. Hè. Dat is de reden waarom dat hier cut the crap, ik bedoel, is achter de schermen waarom wat je doet, dus dat jij een keuze maakt om onder helft van de prijs of bijna te spelen, waar dat je hart ligt in de, allez, met de overtuiging dat je dan ook alles kunt geven en dat, dat je dan ook wel denkt dat er ook wel naar je teruggekomen. Ja, voilà. Ik denk dat wel. Voilà, ik doe dat niet gewoon maar van. Oh, ik kan nu de helft verdienen. Daar, 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 zo, zo denk ik niet. Ik ben er dat je van, van overtuigd. Hè? Ik ben overtuigd van deze ja. keuze. Uh, als, ik, als geld geen zaak was, dan zou ik sowieso voor KVM -michel kiezen. En ik ben nog redelijk jong, dus waarom zou ik het dan niet doen? En dan had je ook in Italië eigenlijk gewoon wat citytripjes gemaakt. Voilà. Hadden, hadden we wijn liggen exporteren. Dan had ik dan, mij waarschijnlijk ja. meer. Meer van Italië genoten, maar ja. had ik misschien minder uh, bijgeleerd. Heb je altijd zo'n uh, gedreven beestje geweest? Ik denk ja. zo weer naar de, als ja. wij vroeger in, uh, in school hadden gezeten en je had zo'n. Uh, een crossloop gedaan, mm -hmm. dan denk ik dat ik u een heel irritant ventje had gevonden. <coughs> Want jij hebt altijd vooropgelopen en zo... Jij totaal geen rekening mee wat je houden. als je... Ik heb dat echt zo'n zo buitertje, jij. Ja? Nee, dat is wel waar. Dat, je het zegt, dat is grappig. Ja, hè? Ja, ja. Ik zeg, al, oh, de download loopt mee, ik loop niet mee. Ja. Zo'n ventje je. jij. Dus ik, ik... Dat is ook iets dat je echt wel... Dat, dat, is, dat is een gave in... in dat je zo... Misschien had ik dat op een veld ook wel. Ik was heel, ja, ik was heel irritant, dat weet ik eigenlijk wel. Ja. Maar als ik op dat veld sta, dat je er ervoor wilt gaan. Ik ja, ben ook een heel andere persoon als ik op het veld sta dan dat ik ernaast ben eigenlijk. Dat merk ik ook van mijn eigen. Ja. Chloe zegt dat vaak tegen mij: als ik je zo op het veld zie, een ja, brutaal baasje <laughs> zeg ik <dat> eigenlijk. <laughs> Terwijl ik naast het veld. Allee, zij kan ook wel. Ik ben, ben eigenlijk heel rustig. Uh, ik praat graag heb met de, mensen. Heb je dan nou niet naast het veld dat je ook zo. Uh, als ik nu terug zie naar mijn yeah. carrière. Ik ben echt beschaamd ja. hoe dat ik op een veld sta. Ik ben echt beschaamd hè, hoe dat ik ja. mensen aan het irriteren, aan het provoceren. Ont uh, en ik denk dat dat bij mij eigenlijk een stuk was uit ja. onzekerheid. En op die manier mij zodanig ja. oppeppen was. Om, om indruk al te ja. maken, om, om mijn eigen on fire te zetten ja. dat ik niet anders kon. Nee, ik heb dat. Zo met woorden produceren op een veld, dat doe, ik, dat doe ik niet heel veel. Zowel is nee? een goede tackle, uh, dat, dat vind ik heel leuk. Ik heb, uh, ieder, ik heb iedereen aan uitgedacht. zo en ben ik niet fier op. Buiten zo'n scheidsrechters, daar kan ik soms uh, zowel, allee, zo boos op worden als, als iets heel duidelijk is en dat ze het dan niet gezien hebben. En voor hen is dat ook natuurlijk moeilijk, hè, maar dat je zoiets hebt van: allee, je zit er met je neus op en je ziet dat niet. Ja. Dat je soms wel vraagt: van. Allee, maar dus dat wil zeggen dat jij als je op een tevreden, veld ja. stapt ja een uh, heel andere persoon. Dus Oké, okay, maar in de zon ik, ik denk dus dat dat ook is, dat, dat ook is een gave. Ja. Dus als je op dat veld gaat, dat je eigenlijk een andere persoon wordt. Ja. Eerlijk ja. gezegd, Lex, mijn zoon, ja. ik denk dat hij het talent had om in tweede klas te spelen, zelfs in eerste. Mm -hmm. Maar als hij op dat veld was, bleef dat een lieve, zachte kerel. Oh, nee ja en dat moet ook wel denk ik ik denk op het veld moeten een switch maken en een switch klootzak. maken ik denk echt dat, dat denk een topsporter die je die er maar ja. echt hè elke topsporter die je het maakt een beetje een klootzak is dat denk ik ook honderd ja, procent ja ik ja. zeg het nog bewust hij ja. beleefd eigenlijk ja, ja maar we denken allemaal crab, hè? ja en die echt denken van ik, ik boven nu ja dat denk ik ook wel. en dat moet ook wel denk ik ik denk als je ja, maar daarom moeten we ook niet altijd streven in die topsport naar gelijkheid we moeten iedereen respecteren, we moeten iedereen gelijk onder meet zetten, maar dan is het om te winnen. Ja, natuurlijk. En in deze maatschappij zien we dat dat eigenlijk precies niet mag. Ik ja. vind dat bullshit. Ja, 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 ja. En zeker in topsport niet. In topsport zeker. Er is niet. een verschil tussen topsport en sport. Voilà. Ik hey? denk in sport is het belangrijk dat iedereen gewoon beweging heeft, wat ja. belangrijk is voor de mens. Maar topsport, waar het over de centen gaat, waar het over de Echt over het publiek gaan. gaan. Voilà. Ja, ja, ja. Uh, het publiek komt, voilà. de sponsors komen. Inderdaad, ja. Is niet daar alleen... is gewoon winnen. Het ja, maakt, maakt eigenlijk niet uit hoe. Gewoon winnen. Je zit terug bij KV Mechelen het verschil qua um, begeleiding. Ik, mm -hmm. weet, ik kon dat zeggen. Jij moet dat niet zeggen. Ik, ik heb bij u er nog niet over gesproken, maar ik weet dat in alle ploegen... Mm -hmm. Daar nog heel... Allee. Nee, we gaan het anders stellen. Mm -hmm. Daarom is een gast ja. die met ijsbaden bezig is, warmte, ademwerk, uh, vaste, uh, met supplementen die hem beter kunnen maken. Op elk moment van de dag zit jij daarmee bezig. Ja. Keuzes in je leven. En dan komde jij, uh, en ik kon niet zeggen dat dat bij KV Mechelen is of niet, dan kom jij nog altijd op een club mee een ontbijt waar dat er wit brood is, kaas, uh, pannenkoek waarschijnlijk en alles. Mm Hoe. -hmm hoe moet dat evolueren? Gaan, gaan, gaan voetbalclubs mee in het verhaal? Ik weet dat er een hele jonge generatie waanzinnig bewust ontworpen is mm -hmm. om betere versies van te zien, ja. maar dat zie je toch nog altijd niet in de clubs. Wij werken op KWM Mechelen, en ik ga nu toch het voorbeeld van KW Mechelen. Ja. Op. Wij werken samen met sportchefs um, en. Die hebben wel een know-how van wat belangrijk is uh, qua voeding voor, uh, voor topsporters. Dus ik denk dat wij de eerste vier dagen in de week sowieso alleen maar bruin brood krijgen op de club als je brood wilt. Uh, we zorgen ook voor genoeg variatie. Er is uh, lactosevrije yoghurt of zo, alpro yoghurt, zeg maar. Um, uh, je kunt eitjes eten. Uh, er is vers fruit. Uh, dus er zijn wel heel veel gezonde opties voor de jongens die willen ontbijten. Ja. Uh, ik, één keer in de week bijvoorbeeld, als wij overload hebben, wat echt bij ons een hele brute training is, dat is ook de, de enige dag van de week dat ik wel ontbijt. Okay. Uh, en dan is dat meestal bij mij uh, eitje, avocado, uh, wow. een stukje bruin brood soms erbij, ja. uh, en een fruit, iets van, iets van appels of zelfs van frambozen, blauwe bessen, dat kunnen we ja. allemaal krijgen. Dus eigenlijk hebben we wel. Maar daar hangt en... nogal altijd van de speler af. Het is niet echt een begeleiding. Misschien moet het ook wel van de speler komen. Ja, eigenlijk. Ik denk het wel. Denk, ik denk het wel. Als, alleen sommige. Het is een dubbele, hè? Ik denk dat je de informatie moet meekrijgen. Dus dat mensen moeten zeggen: van kijk, dit, dit, dit is goed voor u. Dit is eigenlijk minder goed voor u. Nee, maar het is, het is anders dan Als we alleen luisteren naar de clubs. Mm -hmm. Dan is het nog altijd old school shit. Ja, maar bij ons bijvoorbeeld niet. Ja, maar we hebben, er is, er is zo'n danige evolutie ontkomen ja. dat we weten dat alles wat ons gezicht is geweest niet altijd waar is. Mm -hmm. En dat, dat er echt een hele generatie aan het opstaan is, met die het live hakken zijn, ja. bio hakken zijn. Dat we weten hoe dat wij de beste versie van onszelf kunnen zijn. Ja. En dat, kan, dat is dan ook nog ieder individueel mm -hmm. ook, onderhand van uw programma. Mm -hmm. Uh, dus misschien kan het niet in groep vanuit de, de nee. club. Maar ik vind dat toch wel een contrast. Nee, maar Het is echt inderdaad belangrijk dat de dat informatie, jaar... ja, informatie tot bij de spelers kan geraken, de juiste informatie. En ja. dan... Maar volgens mij gaan de spelers die zelf zoeken, niet via de club. Nee, voilà, dat is ook zo. Maar ik wil maar zeggen van het moet ergens wel van bij u komen. Ik weet een paar jaar geleden, en ik zeg nooit mijn informatie, uh -huh. maar bij KV Mechelen, als er iemand onder het vaste was, ja. die moest dat verdoken doen. Want dat werd niet geapprecieerd. Dus is gelukkig vandaag de dag. Iedereen, iedereen op de club weet dat ik vast um, ik ben. Ik ben ook niet alleen. Koeken doet dat ook mee met mij. Ja. Um, de coach ook ja. uh, soms. Je zit ook al in de zetel gezeten. Dus, ja. dus um, vandaag de dag is dat. De coach is dat doet dat niet goed en... genoeg, zegt dat ik het gezegd heb. Is <laughs> zeggen. Zeg, <laughs> zeg dat niet. Tu as compris? <laughs> zeg het eens. Steven. Tu as compris? <laughs> zeg dat eens tegen Steven. Nou. <laughs> Toffe gast, by the way. Ook een ongelooflijke... Uh, vind ik ongelooflijk over Steven Dufour. Zo'n lieve gast, eigenlijk. Ja. Ook een klootzakje op het veld. Hè? Ja, maar dat is op het veld. Hè. Ah, wel, weer al. Ja. Maar daarnaast is dat zo'n lieve gast, jongen. Ja. He? En, en, andere je andere zie wat en je ziet ook wat hij in huis heeft meegekregen. Eigenlijk niet al goede goeie gast. Op het veld en naast het veld. Maar en... dan zie je toch wel. Dat, eh, Steven is hier ook genoeg in, in mm -hmm. de zaak geweest. En, 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 en koek, in goed mm -hmm. genoeg. Dat zijn allemaal mensen die zelf interesse tonen. En daardoor is er in die club wat ontveranderen. Yeah. Weet u mee wie dat er eigenlijk begon? Is? Eigenlijk LeBron James. Die besteedt 1 miljoen yeah. euro per uh, dollar yeah. per jaar. Om het verzorgen van zijn lichaam. En daardoor is de NBA wat ontveranderd. Mm -hmm. Daardoor zei Conor McGregor. Aan mij je Misschien moeten wij ook wel eens gewoon zien hoe dat we onszelf. Ja. Dus er is wel een heel evolutie ontkomen. Maar ik ben wel blij om te horen dat het toch bij KV Michel veranderd is. Ja, en bij wat bij mij zo de drijfveer is, zeg maar van, ik wil gewoon zo, als ik op een veld sta, ik denk dat jij dat ook gaat hebben, als je op een basketveld staat. het veld sta, dat is zo goed. En zo zalig. En die, wat je ervan terugkrijgt is, is zo mooi en ik wil dat zo lang mogelijk gewoon. Kunnen doen. Ja. Omdat, omdat dat oprecht. Jij bent nu al bezig met je carrière te rekenen. Ja, dat, dat is voor mij de grootste reden waarom ik, ik al, die, al die dingen doe. Omdat ja. ik gewoon zo lang mogelijk. hetgeen wat ik het liefst doe. In, in, Als jij door je levensstijl, hè, wat je nu al zegt, hè, door de, allemaal de ontvasten en alle, mm -hmm. alle benefits. je ontsteking vrij kunt houden. dan ja. ga jij veel meer, spi, minder spierschurken hebben. dan jij veel langer oh. kunnen. Dus inderdaad, heel dat belangrijk. Je, dat is gewoon zo van. Iedereen is altijd zo bezig van ja, en, en je doet dat. Denk je dat je daar uh, uh, 20% uh, voordeel van gaat hebben op een voetbalveld? Ik zeg van, dat weet ik, maar ik weet wel 100% zeker dat. Dat, je, dat je, je je in de beste like, staat brengt. Voilà, en dat ik mijn carrière kan verlengen Sowieso. en zo lang mogelijk kan doen wat ik graag doe. En dat is voor, voor mij het belangrijkste. Eigenlijk. Bij ons was dat dicht oldschool shit voor de match kregen wij rijst, pataten, kiepsaus en dan uh, vroeger ja dan dan, ze, dan dachten ze dat dat goed was hè? Mm. en nu besef ik waarom dat ik als wij dan een verplaatsing gingen ik stapte in de auto mm. eh, in, de, in, de, in de autobus ik lag altijd van achter eh, op de grote de baas zit altijd van achter ja. al de lengte en viel ik direct in slaap hè, hoor, van dat eten <laughs> eigenlijk als straf dat je met, 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 die, met dat voedingsschema wat wij in de tijd gedaan hebben nog goed kon basketten eigenlijk dat was dat is nou het vergiftigen van het lichaam wat wij kregen. Ja, maar was ook gewoon omdat. Ze wisten, niet beter. Voilà, ze wisten niet beter. En je zei het gewoon. En ze deden het om goed te doen voilà, goed. inderdaad, ja, dat is het gewoon ja. zo. Hè, ja. het, het, het evalueert wel heel mooi. Als we nu het vergelijk mm -hmm. maken, je zit nu bij KV ja. Mechelen. Uh, hoe zie je er nu naar... Um, hoe lang wil blijven? Hoe zie je de toekomst? Ja. Hoe, 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 hoe stond je er nu in? Ik heb twee jaar getekend bij KV Mechelen. Um... Gewoon bewust een, een kort contract houden, omdat ik op een leeftijd zit dat alles snel kan veranderen. Hoe oud zit jij nu daar? 24 jaar. Ja, maar uh, nog heel, heel veel jaren. Joh. Ja. ja, maar ik, de... ik, ik, jij zou wel een gast kunnen zijn die er heel lang gaat spelen. Voilà, dat heb ik ook zo. Het, het, ik, zou, ik, zou, ik wist het nog niet op voorhand, maar ik zit er nu, denk ik, drie maanden of zo. En ik voel mij daar gewoon wel. Stel echt, ervoor echt dat goed. je club goed gaat, ja. dan zou jij er echt heel lang kunnen blijven, denk ik. Ik denk dat wel, want er, er is alles wat ik, wat ik nodig heb eigenlijk. Eh, het is juist omkadering. Ik kan alles wat ik naast het veld wil doen, zeg maar, omtrent ijsbaden. Eh, ik, ik heb hier een abonnement bij de Brick in Antwerpen waar ik met een sauna kan gaan doen. Hebben ze ook goede daar, jongen? Ja, ook zo'n goede ja. <laughs> Klopt. inderdaad. Uh, Overal waar het goed is, is als een theemaker. Voilà. Ja. Dus uh, ik, kan, ik kan eigenlijk alles wat ik nodig heb voor te presteren, kan ik doen. Uh, ik heb mijn familie dicht bij mij. Uh... Maar nog het belangrijkste te vergeten. Ja. Omgekeerd. En ik hoop dat alle kakkers. Want zo noemen ze de kerels van, van Malibu. Ik kinderen heel veel gasten. Mm -hmm. Dat is goed luisteren dat jij de helft van, van je geld afgeeft om daar te spelen. Dat, dat is iets heel moois. Dat zeg je iets heel veel. Dat, dat wil zeggen dat je gevoel daar zit. Ja. Dat jij wilt. En ik geloof keihard in een, uh, in een voetbalclub. Gewoon iets durft zeggen. Wordt dat allemaal draait tegenwoordig van managers om percentages, van bakstenen bouwen, van bouwondernemers die clubs hebben, of managers die clubs hebben, dat gewoon de liefde van de club weggaat. En de liefde van de club zie je nog altijd bij KV Mechelen. Want Steve Dufour heeft dat ook. Ja. En die band tussen spelers en supporters um, is heel mooi. Alleen moet jij daar niet onder de helft van de prijs spelen, dat je best zulke waardigheid kunt hebben. Dat is, ja. ja, maar dat is gewoon. Hoe het, hoe het nu. Ja, dat is waanzinnig dat jij dat gedaan hebt. Dat, is, dat is, en dan moeten ze recht trekken. Klaar. Jawel, ja, maar... want op gastelijke u kunt bouwen. Ja, dat weet ik, maar. Jij wilt dat eerst bewijzen. Ik, ik moet dat inderdaad eerst bewijzen. Ik ben er nu drie maanden. Voor mij persoonlijk gaat het redelijk goed. Maar ik wil gewoon eerst zorgen dat alles binnen de ploeg gewoon heel goed gaat. Uh, dat we. We zitten nu in een iets moeilijkere periode dat, dat we daar gewoon, gewoon uitkomen en een mooi seizoen kunnen draaien, ja. een leuke bekercampagne kunnen hebben. Ja. Um, en dan sta ik terug op één jaar contract. Ja. Um, en dan zien we weer de bal. Ja. Dus dan kan alles... Daarmee heb ik ook gezegd van... Ik ben naar Mechelen gekomen. Uh, ik kon kiezen tussen drie jaar, twee jaar. Uh, ik heb gekozen voor twee jaar, omdat ik zei van... Weet je wat? Ik ga het gewoon... Mij een jaar laten zien en zeggen van, kijk, dit is Daan Foulon en dit is wat je kunt hebben aan Daan Foulon. Ik uh, denk ook een en, serieus voorbeeld voor de rest. En na een jaar kunnen, dan, kunnen jullie dan beslissen van, amai, daar hebben we veel aan, uh, we willen die verlengen. Want een speler op één jaar contract laten, dus een contract laten uitdoen, dat gebeurt bijna niet in de voetbal. Uh, of dat zou toch niet slim zijn. En dan gaan ze wel komen met een nieuw contract. Ond onderschat ook niet, Daan, dat. Uh, door te zijn wie dat je bent, en er zo in te staan, kunde jij een heel ook jonge gasten heel hard be, be, beïnvloeden, mm -hmm. positief beïnvloeden ja. die professioneler worden. En dat is ook een waarde voor de club. Ik hoop dat ze dat ook, allee, ook gaan beseffen. Mm -hmm. uh, ik wou het ook nog even hebben over ik wil er ook naartoe gaan, ja. maar Pilates. Ja. Daar zit jij ook mee bezig. Ja, dan ben ik via Chloe, uh, die deed het al in de brik al, al redelijk lang. Want die heeft daar een abonnement denk ik al een jaar of zo. En zei van eigenlijk moet jij eens meegaan. Dat gaat dat ja. iets Dat voor u zijn. Ik zei van ja, pff, ja ik, wil, ik wil dat wel eens doen eigenlijk. Ik denk dat mijn, die toestellen voor mij te klein zijn. Ik denk dat ook. Eh? Dat is de <laughs> reden dat mij dat een beetje weerhoudt. Want stel je voor dat hier aankom. En dat ik, uh, ik, ik zie hier. Nee, een goede ja, vraag. Ja, ja, een heel goede vraag. Want ik zou dat die al graag doen: uh, het lichaam boetseren. <laughs> <laughs> Ze zijn allemaal heel schoon uit het En wij stonden al goed scherp door onze levensstijl. Dus ik zie daar een ongelooflijke meerwaarde ook voor mij dan naar het ouder worden. Ja, ja inderdaad. En jij vooral voor stabiliteit, zeker. Stabiliteit, voor... uh, mobiliteit uh, in de gewrichten uh, en ook kracht. Balans. Balans. Maar de eerste keer dat ik naartoe ging, dacht ik: Pilatus oh, Pilates en profvoetbal. Ja, maar juist. Yes. Uh, <laughs> en ik kom daaraan. En na die les, ik wordt de kort. zwakste van de <laughs> Ik kom naar Zweden buiten en ik ging samen met Chloe en die was gewoon rustig. Maar weet je dat lukt? Komt, komt dat niet omdat je ook, jij zit toch wel een gespierde gast. Ja. En hoe meer spieren dat je hebt, hoe meer dat je onder spanning komt ja, staan. Dat, is dat, dat dat dan zwaarder is voor ons. Dat zou, dat zou kunnen. Maar voor ik merk nu wel dan dat, ik... dat als ik het vaker doe, dat alles makkelijker gaat. Ik, ik voel mij ook gewoon veel flexibeler. Dus, ja. uh, het en, is eigenlijk ook een combinatie met van stretching toch ook stre wel ja, ja stretching spanning spanning het is, het is ik denk je ziet dat ook vaak bijvoorbeeld Mo Salah, ik weet niet dat je al eens op zijn Instagram die doet dat ook bijvoorbeeld ja. uh, bij Liverpool dus uh, ik denk dat dat voor voetballers wel iets is dat heel weinig gedaan wordt zeker nog in België maar wel wel heel ook, veel ook die, benefits die andere, aan zijn Calisthenics, cal of we noemen het daar dat is ook wel in die richting ik ken ik niet. ja dat is ook, ook onder spanning, maar dan ja. zonder toestelling is wat gelijk. Klimmen zijn rekkers? Nee. Nee, dat zin ik. Daar kan ik ook wat van lezen. <laughs> ah, nee, maar nee, over, dat, ja, maar dat, daar gaat het toch allemaal over, Dat, dat je in onze Faust ja. welke Resistance, welke spanning je op onze spieren zet. Klopt, klopt. Mensen snappen niet wat ik doe. Die denken nog altijd van, oh we moeten gewoon lopen. Ja, maar ik kan niet lopen met mijn kapotte nee. knie, dus ik moet zorgen dat ik spanning op mijn spieren heb. En ik kan dat door mijn resistance bijzetten voilà. en daardoor gewoon mijn hartslag naar boven. Uh -huh. Er zijn nieuwe manieren. Tuurlijk. Ah, ja. Er zijn andere manieren dan alleen maar lopen ik, om, ja, om gezond te zijn. Ik hè? was vorige keer naar uh, Brindisi tegen Pesaro gewoon zien. En uh, ik heb dat filmpje nog niet gepost. Up, de opwarming daar. Up, de mannen met de resistance bands. Nou, wij, ook. wij ook. Voilà. En, maar als ik dan met mijn resistance bands. dan snappen ze het niet. Mm -hmm. het is, en binnenkort gaat dat die al evident zijn. Je hoeft, ik kan in 20 minuten doen. wat ik eigenlijk normaal in 50 minuten doe. door de weerstand op mijn spier te zetten. Het is ook gewoon. De mensen denken. Weet ik het, het nogal, hè? dat is ook wat ik bedoel. Van, vroeger was ik altijd degene. Hey, ik ben altijd. Hey, een ijverig basic geweest, ik wil altijd meer doen. Dus na het trein zat ik altijd in de fitness. Altijd in de fitness, en mijn gewichten sleuren en benchpressen, om het meest. En ik zag dan in de spiegel, hè, en je wordt dan wat breder, je denkt van oh hoe. Maar dan kom je op een veld en je merkt dat draai naar links en rechts ja, ja, moeilijker, gaat. moeilijker gaat. En dan denk ik, en alles zo zwaar, ik voelde me zo zwaar op een veld en ik dacht in mijn eigen van, ja, deze kan het ook niet zijn, hè. dat is niet het juiste kracht Dat ik eigenlijk nodig heb, ik, ik zeg verleden keer de dingen de, de Joris van Kleemput. ja, uh, en, en, en die, die had ook, ook gespierd. Ze sukkelt ja. ook nog wat met dingen. Ik ja. denk ook wat te explosief, te veel spier. Kan ook in uw nadeel zijn. Dat zou dat zou ook al kunnen. Ik merk, ik merk nu. Ik, ik, weet niet dat hier... ik ben altijd als ik zo'n dingen zeg, moet ik wel hout vastpakken hier, hier, hieronder. Die ja? structuur, okay. dus ik zeg het de laatste Wacht, ik, ja. raak wel ja. De laatste, de laatste twee jaar uh, ben ik eigenlijk blessure gebleven sinds dat ik eigenlijk. aan mijn matcha zit. Ook aan mijn matcha zit, oh, klopt. Maar Die dat ik eigenlijk zoek, meer alleen, bewuster ben geworden met alles wat ik doe. Dat ik niet meer ja, alleen tuurlijk. op zoek ga gaan naar van ik moet zoveel mogelijk spieren hebben, ik moet er breed uitzien. Maar dat ook gewoon de, uh, de balans tussen kracht en mobiliteit en stabiliteit. Dat die heel belangrijk is. Ja, en dat zorgt ervoor dat je een krachtig persoon voilà, bent. inderdaad. Want je bent niks met je kracht als je niet mobiel bent. Nee, ongelooflijk. Dat is het uh, wat, wat je ook. En dat heb ik ook nog opgeschreven Als een van die laatste dingen is van. Wat ik heel sterk nu vind. Is uh, het mentale aspect. Wat je ook doordenkt. Wat je nu juist hebt gezegd. De combinatie van die drie. Mm -hmm. Dat dat een balans is. Niet alleen dat ik. Als ik eigenlijk verliefd geworden zijn op uw Instagram, door waar je zat, wat gewoon toen wordt, door we kop, door die, die goede posts, maar ook dat jij in die fase zelfs nog heel een tijd evolueert. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat een ongelooflijke... Uh, ja, ook iets is daar, waar dat je later toch veel mee kunt kunnen doen. Zo, man. Ja, dat weet ik. En Chloe zei daar ook tegen mij, dat ik daar later iets mee moet je gaan moet doen. Je moet dat goed noteren nu. Ja. Je brengt er naartoe, hè? Ja, dat weet ik. En ik moet uiteindelijk meer beginnen doen. Ik heb wel periodes gehad dat ik het deed: eh, dat ik zo bijhield wat, wat ik doe, hoe ik me voel en, en cetera. Ja. Uh, maar ik zal uiteindelijk eens terug moeten beginnen doen, om, ja, omdat dat belangrijk is in de toekomst. Ik zal toe. een voorbeeld geven waarom. Voor ja. u is alles nu evident. Ja. Je ziet daar in de carrière, vroeger ook. Uh, ik, ik kreeg heel veel, bijvoorbeeld met Steve Ibis, de Nationale Ploeg mm -hmm. en Norhalst. En Steve die had altijd... als wij, wij de, bij heel veel toptrainers gehad. en die was altijd ontnoteren van mm -hmm. oefeningen, drills, warm-ups en alles. En ik dacht toen Steve gaat nu wel lachen omdat dat hoort. Dan dacht ik: wat fucking saai. Steve is in de naam toen. Dat weten we toch? Hè, die ja, opwarming. Ja, ja, ja. We, we zijn profspelers. We zijn een van de beste spelers. Ja. wat weten we toch? Vandaag is Steve ibis bij de nationale ploeg. Hij in de eerste klas gecoacht, tweede klas gecoacht. Zou je nog veel meer kunnen coachen, maar je ziet overal, bij, bij de sport, topsportschool overal. Maar die heeft wel, wel boeken mm -hmm. van de info over al ja, die ja, jaren. Inderdaad. Dus wat ik dacht van oh, dat is evident. Vraag dan mij. Ik, ik, kan, ik kan ook wel een boek schrijven. Maar als je dat noteert, ja. dan kun je hem gewoon pakken. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk uw cursus al. Ja. En klein noteren, doet dat in die boeken en binnenkort heb jij misschien 15 boeken vol info. Ja, Maar ik weet niet dat ik in de voetbal zou willen blijven. Ja, maar dat is toch voor iedereen, joh. Ja, dat is, waar, dat is waar. Daarom ben ik nu bezig ook in Italië. Nee, dat, zet... is, dat, is, dat is iets anders. Maar ja, ik bedoel, van, ik dacht dat je puur bedoeld de oefeningen dat je op een Wat, wat, hoort, zou, wat zou je dan willen doen? vind ik interessant, deze. Ik denk zo. Zie Wa -wa 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 je Wat het? Wel, begeleiden. begeleiden. Oké, okay, uh... maar, maar sowieso. Dus je kun... Maar dat kun je toch doen, hoor. Zaken, nee, mensen, is... hoor, allemaal, maar dan, dan heb je toch nog altijd je boeken nodig. Nee, nee, dat is dus waar. Dus je moet die opwarming niet doen, nee, maar nee. wel dat jij zegt van: Hé, hey, weet ik, ik ben begonnen met kracht, minpunten, pluspunten. Mm Hé, -hmm. hey, ik ben begonnen met ademwerk, da, da, da. Ja. Ik ben begonnen met mijn matje. da, nee. Ik ben begonnen met vasten, ik ben da, dat. van nu, dat u allemaal mm -hmm. in nieuwe kop ziet. Ja. als je dat hebt genoteerd, mm -hmm. dan is dat uit uw hoofd. En dan weet je dat, dat er staat, en dan kun je dat ten allen tijde gewoon gebruiken. Op, ja. Of binnen een paar jaar gewoon, en dan als je dat later gaat, dan ga je de stukken vergeten. Nee, dat is Pak het aan van een ervaren nee, 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 Rad en je rot. Rot? <laughs> rot. <laughs> dat weet ik niet. Whatever. Maar dat is wel handig. Nee, dat is waar. Dat is waar. En ook dat je nu. Nu is het allemaal evident, maar later kunnen nou, we gewoon het beste stuk van hun cursus schrijven. Ja. En ik denk dat het eigenlijk ook heel mooi is met Chloe, die we twee weken geleden hebben. Die combinatie tussen jullie kunnen jullie heel veel ja, doen. Ja, inderdaad. In die op. richting samen zoiets uitbouwen zou, zou ook denk ik dat dat het mooiste is. Uniek. Ja, dat is ja. uniek. Ja. Zal ik ik voor een locatie, ik zit nu weer in een tweede locatie in Italië, zal ik, ik voor de Palmbomen zorgen? Ja, Hé hey, <todat> hey, dame, om stil aan af te ronden, uh, want ik zou uren kunnen doorgaan. Is er nog iets dat ik vergeten ben? Zeg het eens, Ik heb er meer uit gekregen dan dat ik eigenlijk dacht van... Ja? Ja, dat je voor minder geld bij van voetballen. I fucking like it, jongen. Ik heb Ik zal ik iets een verhaal van mij vertellen. <todat> Dus ik was heel een tijd ontwachten op race in Mechelen. En uh, van Kerschaver, die pakte mij niet. Uh, zal zeker en vast ook wel een stuk mijn fout zijn. Uh, een beetje te brutaal, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Te Antwerps, ik weet niet. Maar ik kreeg een contract bij de grote Rudolf van Moerkerk. Die nodigde mij uit. En dat was de baas van Sunair, van Sunparks. En die had het grote Ostende. Okay. En ik nam mijn vader met mijn vader. En uh, wij werden uitgenodigd in, uh, in dingen in Brussel. En die gaf mij een drie jaar contract: een appartement met zeezicht, een auto van de club, vergoedingen en dan waren we bijna elk jaar kampioen. Dus je ja. gaat heel veel bonussen. Uh -huh. En ik kreeg ook nog een uitnodiging van ALST. Die hadden een nieuwe zaal ge gebouwd, het uh -huh. Forum. Maar die waren bijna failliet. Okay. Die hadden geen, uh, geen wagens en die hadden geen appartement en die kon hem maar een jaar geven voor veel minder geld. Wat heb ik gekozen? Aast. <laughs> ja, fuck dat geld. En dan kun je nu zeggen... En wat was uw reden dan? Ah, wel. En dan ze, Pieter, heb je er nu geen spijt van? Geen klote. Ik heb geen klote spijt. En weet je waarom? Ik heb altijd alles met mijn gevoel gedaan. Mm -hmm. En ik, ik, het staat hier op mijn duim getatoeëerd en hart om dat terug te doen. Uh -huh. Ik wil alleen maar in het leven alles met gevoel doen. Uh -huh. En dan kun je zeggen van, was dat dan slim? Dat is een ander verhaal. Maar het was wel met mijn gevoel, dus ik heb er geen spijt van. Ik heb dat met mijn gevoel gekozen. Ja, ja, en ik heb er daarna misschien uit geleerd. Zou ik vandaag een andere beslissing nemen? Nee. Heb ik daardoor veel geld verloren? Ja. Zou ik daardoor veel titels kunnen hebben? Etcetera. Ja. Maar zou ik blij geweest zijn? En dat is het mooie wat ik er juist bij u zag. Van elke dag nog maar in wagon. Elke dag naar de brik kunnen gaan met Chloe. Met eigenlijk wij ook werken aan die toekomst. En dat gevoel ten opzichte van meer geld. met hebben zult maar dat is niks om zult de Dat is ook een waarde. Nee, nee. Maar ik vind wel het spijtig. Dat ik hoop dat een club dat weet te appreciëren wat de waarde is voor die club en voor die jongeren toe. Want als jonge gasten luisteren naar deze, dan is dat misschien de grootste les dat geld niet alles is. Nee, en zeker niet op uh, korte termijn. Ik denk dat je dat ook gewoon moet beseffen. Iedereen investeren. denkt altijd van. Dat doe jij wel, heel hard investeren in jezelf. Ja, en ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is, omdat dat aan het eind van de rit, of het dan in geld is of ervaringen, ik denk dat dat het belangrijkste in, in, de, in het leven is, om, omdat je gewoon. Ik denk dat als je aan het eind van je leven toekomt, dat je gewoon kunt zeggen van. wauw, wat een leven. En ik heb, alles, ik heb er alles wat je ge beleefd heb, zijn mijn keuzes geweest. En daar En daar, zo wil ik het gewoon hebben. Ja, ik kan, Met deze moeten we afronden, want testen is gewoon te een leuke beginnen. <laughs> Daan, bedankt Jij. Jij hoor, het ja, super. Voor de toen in een <laughs> bedankt al. Ja bedankt. Echt waar. Dank je.